Komens, komens, komens. Ze zijn weer goed actief geweest. Ja? Ja. Of moeten we niet eerst even, even dat ding van Serkan? Hey. Ja. Moeten we die niet eerst heel even aantippen? Heel ja, even ja. aantippen. Kijk. ja, die moeten we aantippen. Wat er rond is gestuurd en is ook bij mij terechtgekomen natuurlijk. Ja bij mij ook. Um, het schijnt dat Serkan iets gezegd, want we hadden het toch ook over zijn racisme en dat. Soort. Oh ja, ja ja ja. Weet je, het is een mooi bruggetje. Een mooi bruggetje, ja ja ja. ja. Kijk, als ik zo zijn stem hoor, ik ga ervan uit dat zijn stem is, want dat ja. is ook iets waar ik ook aan gedacht heb. Zijn het is AI. Nee nee, het is zijn stem gewoon. Hij is het gewoon. <laughs> omdat je, omdat ik dat ding. In het Arabisch. Ja, het verhaal, ja, dan. ja. Want je zo, goh, goh. Ey, dat soort dingen zijn gevaarlijk hoor. Ja, hoor je gewoon mijn tongval, hoor ja. je gewoon. Alsof ik het ben. Ja. In het Arabisch. Ik krijg geen woord Arabisch. Ja, maar gewoon echt een goede tongval ook. Okay, hè je goed. mond beweegt ook op de manier. Yes. zo hey dat, dat is eng hoe ze dat dus, doen. Maar dat bedoel ik, maar stel je voor dat hij het niet is. Nee, maar, dat, nee, nee, maar hij is het. Dat, 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 heeft, voor hij, te... heeft hij ergens gezegd dat Brada, hij het is? Hij is en het. Het, dat hij door. Brada, hij is het. Verontschuldigd of wat dan ook? Hij is het. <laughs> je horen. Niks horen. Je ik niks horen. Hij is het. Waar gaat het om, mensen? Ja. Het schijnt dat uh, Serkan uh, op een gegeven moment zegt van uh, in een interview. Nou, ik, laat ik het anders zeggen. Ik nee. weet niet of het interview is. Volgens dat mij klinkt, hij gewoon, uh, klinkt hij gewoon gebeld wordt. Ja, het gewoon... lijkt alsof hij aan de telefoon. En dan is, ja. zegt hij zoiets van Ja, ik pak die zwarte. Ja. Met zijn fufu, Met zo foe -foe. Dat, Ik vind eigenlijk dat, dat maakt het het erg. Ja. ja. Kijk. Ik zou je zeggen, ik probeer nog een soort van ervan uit te gaan dat hij het niet heeft gezegd, en ook al heeft hij het wel gezegd. Uh, misschien in een iets in een, vrije situatie. Ga door, ga door. Iets te vrije situatie. Ik probeer hem toch een beetje recht te trekken. Maar het lukt me niet. Nee, nee. Het lukt me niet. Het lukt me niet. Het, nee. het lukt me niet. Hij moet zelfs dat soort dingen niet zeggen. Kijk, kijk, weet je, kijk, ik kijk. Ik weet wel wat je bedoelt. Kijk, wat wij bijvoorbeeld, als wij onderling praten, wij zouden ook kunnen zeggen bijvoorbeeld van, uh, 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 ja, ja, die Turk, maar je zegt het op een rare manier of wat dan ook. Weet je, en ik denk, er zijn veel meer mensen die zo praten op zijn manier. Nee, maar. Ja. Als je zegt die Turk, als je zegt die Surinamer, en ik ben een Surinamer, dan ja, ja. is dat zo. Ja, ja. Weet je? Ja. Maar op het moment dat je. Zegt die vieze Turk? Dan wordt het anders. Yeah. Maar hij zegt. Hij zegt. Ja. Uh, uh, is hij yeah. lekker als hij dat zegt van die zwarte? Omdat ik die heel vaak heb gehoord in mijn leven. Over mezelf. En daarom doet hij toch. toen je klein was. Een jaar of tien, twaalf. Kijk, uh, weet je wat het is? Kijk, ouders kijk. ouders langs het voetbalveld. Oh, we, ja. oh, pak die Ik zwarte. wilde, het net, zeggen. Ik wilde het net zeggen. Kijk, weet je wat het is? Kijk, één. Wij komen uit de Bijlmer. Ja. <laughs> wij, wij, ja, we zijn sterke mensen. <laughs> Sowieso. Fokken we sterk. zijn hier, hier, hier opgegroeid. We, onze ouders voor ouders hebben veel meegemaakt. Fucking sterk. Dat is één. Uh, wij hebben nog samen interregionaal gevoetbald. Ja. <laughs> we werden daar ook uitgescholden. Voor van, die van alles. Ook die op zwarte, op ja? Op die dus, kijk, wij kennen dat. En, en in principe... Als we naar onszelf kijken, maar dat heb ik altijd bij dit soort dingen. Is nou aan mij gezegd wordt of zo, weet je, ja, ik, weet je, ik, ik, ik ben te sterk daarvoor. Ja. Weet je, ik weet iemand zou het niet zo face-to-face -face tegen mij kunnen zeggen. Ja. Weet je, ik ben te sterk, fysiek en verbaal. Ik ja. ben gewoon sterk. Ja. Alleen ik denk altijd bij dit soort dingen denk ik altijd aan familieleden, broertjes, zusjes, neefjes. Die niet neefjes, zo sterk zijn. Die niet zo sterk zijn. Ja. En kijk, dat wat hij heeft gezegd, weet je, Serkan, weet je. Naar mijn beeld, ken ik hem als een goede jongen, leuke jongen. Weet ja. je. Dus ik, 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 ik ga hem hier niet Oordelen. veroordelen of kapot maken wat, wat wij makkelijk zouden kunnen doen. Ja. Daar zijn we niet voor. Hier zijn we wel ervoor dat hij wel weet dat hij dit soort dingen. Niet moet zeggen op welke manier dan ook. Want ook al is hij niet zo. Je stimuleert wel anderen die zo denken of kunnen denken. Ja, en die ook, die ook een soort van vrijheid van gaan kiezen. Want ik heb je al een keer gezegd hier in, hier, tijdens deze uitzending, dat ik ook iets had gezien op iemand zijn profiel. Mm. En dat ik degene had gezegd. Hey, elkaar, hoe zet je dit op je profiel, Hoe kan ja, dat? Ja. En ik heb dan altijd zoiets. Oh, dus zo praat jij ja. als je met jouw mensen bent. Ja, ja. Zo denk je over ons. Zo denk je over want, ons. Want, want weet het is. Kijk, want als hij dan praat: van ik pak die zwarte. Hm. Er zijn een hele groep mensen die zwart zijn. Ja, ja, Weet en, je? Ja, maar die fofo maakte het. Ja, hij maakte hem toch even iets harder. Iets, dat is dat randje waar hij overheen ja, Die ja, zwarte. Ja, ja. Kijk, oké, okay, ja. we zijn sterk, weet je? Dat, ja, we kunnen je. wat hebben. We kunnen wat hebben. Dikke uit, ja. Spanje niet, weet je? Zeg het face-to-face, dan praten we verder. Weet je, als je dat zegt. je hey, hebt zelf ook een tintje. Ja, dat, dat we, weet, weet je wat het is? Ja. Hij is ook niet zwart, hoor. Ja, sowieso. Voor ja. witte mensen is hij ook niet zwart. Ja. 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 Weet je, want dat is het. Want kijk, ik zeg maar wat. Mijn zoon heeft ook een, een tintje. Ja. Als, hij, als mijn zoon zeg maar, met een witte vrouw gaat, wordt hij nog iets, nog lichter. Ja. Hij, die, mijn, mijn, over, uh, mijn, mijn kleinzoon ja. zou ook als zwarte worden aangesproken ja. en gezien. Ja. Dus kijk, hoe je het ook bent of keert... Wij blijven met z'n allen die buitenlanders. Ja. Wij moeten ja. elkaar niet. Weet nee, je? Nee, toch? Op die op, nee manier. Op, op dat, die man, niet op dat niveau moeten we niet zijn. Nee, man, nee en man. Zeker niet aan elkaar Nee, toe. man. Nee, zeker wij. En zeker wij niet. Wij onderling als ah. kickboxers, weet je? We hebben als... het als zwaarte voor die. Ja, maar hey, Wij worden als ik... altijd in het verdom hoekje gezet. Ja, Als maar kickboxen. Yeah, yeah. We moeten er harder voor werken. en yeah. Enzovoort, enzovoort, enzovoort. En dan ga je op die tour. Ja, ik ja. pak die zwarte wel met zijn ja, foefoe-dingen. Ja, ja, ja. Weet je, als ik kijk... Hé, Remi, als wij op naar M fusion gaan... Hè, ja. Als ik zie hoe die Marokkanen, Surinamers, Turken... Hoe, hoe we allemaal, Hollanders, iedereen... Ja. Gewoon hoe zo gezellig ja. één en elkaar staal praten. Ja. Dat, nee, dat, dat kan dat, dat niet, maar, Dat kan dat niet doen. Dat maar kijk, wat ik wel zeg... Wat ik wel zeg, kijk... Het is één fout wat hij heeft gemaakt. Ja. Hij heeft dat tegen Boa Pia gezegd. Je weet, je weet, als je Boa Pea krengt, als, als je tegen Boa Pia zegt, je bent niet daar, ook niet meer. Ja toch? <laughs> ja <laughs> ja toch. Oh, nee, maar... Nee, maar alle, alle gekheid op een stok, ik denk dat Zeker gewoon een beetje een foutje heeft gemaakt. En dat hij ja. gewoon een verkeerde tongvouw. En ja. dat hij daarvan moet leren. En dat anderen het niet overnemen. We, weet, weet, je, weet, waarom, je? weet je ook waarom? Weet je wat, wat het ook zonde maakt? Voor Kijk, hij is ook een voorbeeld voor al die jongeren. Yeah. Voor al die jonge jongens die misschien jaren of tien, twaalf jaar zijn, yeah. die misschien hem na gaan praten. Yeah. Die ook een vriendje hebben, of yeah. niet een vriendje, misschien een partner of tegen yeah. hun tegenstander yeah. zijn. Hè. Die, die gaan dat ook die vrijheid voelen om dat ook tegen hun tegenstander yeah. te zeggen. Om, bij een jeugdpartijtje. Yeah, en dat yeah, moeten yeah, we ze leren dat dat, leren dat, o, dat o. niet kan. Niet kan yeah. Dat kan in geen enkele mogelijkheid, moet dat kunnen. Omdat maar iets... Hij, ja. hij, hij zit nu op een niveau dat je dat soort dingen niet meer kan doen. Tuurlijk, nee. elkaar een beetje teasen van ik ga hem slopen, hij heeft geen ja. mooie hoek en, ja, dat ja. kan allemaal. Kan allemaal, ja. Maar dan ga je te ver, man. Nee, maar, ja, man. Maar, ja, maar. Dan maar, dan maar iets of iemand heeft hem wel genakt. Want, iemand maar, heeft, hem iemand genakt. heeft hem genakt. Iemand heeft hem genakt. Schoon een telefoongesprekje gewoon. Juist. Iemand heeft hem genakt. Iemand heeft hem genakt. Iemand ja. heeft dit aan, en, en weet eens, misschien wilde diegene die het op heeft genomen maar misschien heeft het in een, in een interview gedaan, weet je? Of whatever. Of in ja. een gesprek met de Mattie. Maakt niet uit. Maar diegene heeft gedacht: die oh, stuurt het misschien naar Mattie. Kijk wat hij heeft gezegd. Ja. En heeft misschien die derde of vierde ja. of vijfde persoon ja. ja. gedacht: hé, hey, ja. ik mocht hem ja. toch al niet die klootzak. Ja. Ja. En die heeft het doorgestuurd naar Werkval, wie allemaal. Ja, en wat. toen is het ja. rondgegaan. Ja, Ja, ja. ja. Maar ja, niet Oké, okay. cool. <laughs> oké, okay, okay, okay. Niet cool. Maar goed. ja, comments, 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 Even kijken of we uh, even die telefoon weer aandoen. Oké. Okay. Hoe ja. zal hij nu denken al die shit over zich heen krijgen? Wie, wie? Nee, we hoeven niet door of te praten. Oh. Maar ik zat er even hard op na te denken. Oh, Hoe ja. zal Serkan zich nu voelen? Ja. Weet ja. Je? Ja. Maar goed. Ach ja, ach ja. Lessons, lessons, life lessons. lessons learned, yeah. Je blijft leren. Mr. Fresh. Fresh killer, heet hij. Wauw. Dit was weer een lekkere aflevering. Goed gedaan, heren. Ik wou, ik wou even beginnen over het stukje van Zedorf. Ja. Hoe is het mogelijk dat je überhaupt Zedov gaat vergelijken met Cruijff? De eerste Zedof is een blakke man. Een man met ambities en een zool. Die mannen van TV gaan nooit toegeven dat hij de beste voetballer was, was op papier want je hebt ook geen blakemang staan in het van Gogh museum of Rijksmuseum. <laughs> Zagen <Zouden> dit gaat <schatten? laughs> misschien ergens als een slaaf ja, maar niet als king. Het maakt niet uit wat je doet, je zal het nooit goed doen. En daarom is het goed dat jullie een eigen kanaal zijn begonnen. Kan je lekker zeggen wat je wilt. 100% vrijheid van meningsuiting toch? Blijf lekker zo doorgaan met praten, tenminste iets om over na te denken. Sosso lobby Mr. Fresh is the only one. <laughs> mooi gezegd. Het dus ja. was toevallig dat ik als eerste ja, pakte. Ja, maar ja, ja, ja. het sluit er heel mooi bij aan. Het sluit er heel mooi bij Dat is het inderdaad. Even kijken. Um, Dan hebben we hier al. De oude gediende Rashid Johnson. Uh, Remy en Marino. Achter jullie de black ghost nu al van het niveau van Kababes, Abena, Rajab Sadeh. Denken jullie niet dat het beter was dat deze jongen nog meer partijen had kunnen draaien bij Infusion? Infusion organiseert toch veel meer events met meer kans op wedstrijden. Bij Glory gaat het straks drie keer per jaar vechten worden, uh, als het meezit. zit. Ja, dat klopt wel. Zij organiseren te weinig partijen, waardoor jonge vechters best lang stilstaan. Je ziet soms hele grote verschillen tussen vechters in het in een aantal partijen. Chico Quasi zei laatst ook dat hij gewend was om regelmatig te draaien. En sinds hij komt bij Glory moet hij soms zes maanden wachten. Ja, maar ja. Dat, dat heeft te maken ja. met of je exclusief bent of niet. Ja. Kijk, eigenlijk hadden ze, uh, moeten ze gewoon, althans, ik weet niet wie de manager is van, uh, van uh, Mori Croma, de ja. Black Ghost. Ja. Hij moet, zou dan eigenlijk moeten zeggen van, luister, ik wil uh, laatst zeggen drie partijen per jaar bij Glory. Ja. Maar met toestemming wil ik drie keer ook buiten Glory vechten. Dan kan hij nog steeds bij Infusion terecht of bij welke andere organisatie terecht. Ja. Weet je, maar dan moet hij wel toestemming vragen elke keer weer. Want dat, zo hadden sommige organisaties dat gewoon. En dat, en dat geeft je iets meer vrijheid. Waardoor je gewoon kan blijven draaien. En nog steeds bij Glory aan de bak kan. Ja, ja want dat denk ik wel. Kijk op het moment dat. Uh, dat, dat, dat Weet je bij Glory maar ja twee keer, drie keer per jaar bijna ver is weinig. En als en zeker iemand voor een opkomende vechter. vechter ja. En als iemand bij Infusions dan wel oh. gewoon ja. die die elke drie maanden vecht vijf, vijf zes keer per jaar. Ja. Ja. Weet je die die maakt dan meters in die ring. Want ze hebben ook veel meer events. Infusion ja. heeft veel meer events. Er ben elk weekend een event. Ja. maar ja. ik heb van uh, toevallig een van ons vanmorgen gesproken. Ja. Ze begon bijna elk weekend hebben ze een event. Of ja. het nou Road to infusion is, of het nou Infusion fusion zelf event is, of het nou ATKO uh, event is. Ja. ja. Gewoon elk weekend een event. Ja. Want op 18 gewoon... mei, op die dag van Glory uh, hebben ze ook weer een uh, ja. event. Ja. Vaak, uh, ja. ja. Maar ja, dat is wel goed. Daar blijven die gasten wel nodig. Ja, Rashid zegt dat goed. Ja. Die zegt dat goed, ja. dat ze dan op tempo blijven. Ja, keurig Rashid Johnson. En uh, meteen daarop volgend, als is ook een andere dikke bijpak. Uh, dat is uh, Harold Broens, Rahungang. Wat een, chill, een chille kerel. Ik had al vaker zijn partijen gezien, maar in real life is hij dus echt humble. Wish him the best. Hopelijk krijgt hij een partij in uh, mei. Dikke aanwezig voor Glory. The Black Ghost. Ik denk het ook, maar ik, ik, moet, ik moet wel erbij zeggen. Ja. Ik wil de jongen niet wegvragen waar hij tegen moet vechten, hoor. Nee, nee, heb Even gekeken, even nieuwsgierig, even kijken tegen wie moet hij. Ja, dan hoop je niet dat ze hem meteen tegen een, een, ja. een, 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 een supertopper zetten. Ja. Maar je verwacht ook niet een, een opgewarmd lijk. Ja. Maar deze kan ook ik, knikboksen hoor. Ja, ik kan boksen. Hij kan boksen. Iemand zei me dat ook altijd, die van, hij ja, zo, al, hij heeft best wel uh... Weet ik veel, iets van 14 partijen ja. gebokst. Ja. Maar, hij, maar zijn, zijn, zijn jab, ik zag net die jongens, zijn jab, die is iets te. Hij laat ons hangen. Zo'n lui een jab, is dat. Ja. Hij moet sneller terugtrekken. Ja. Weet je, maar... Dat is geen slechte jongen waar hij ja. tegen moet vechten, hoor. Ja, maar meteen... Die de... komt ook uit Infusion. Die zijn we eigenlijk vergeten, want... Die, die, wat was ook een van die comments die ik net oplast... Was de vraag van, ja... Is hij eigenlijk al meteen klaar voor Kababes en, en Abena en zo? Nee, dat nee, is Ach, gewoon... Nee. We hebben een Mori Kroma, hebben we gepromoot hier zo. Ja. Hij moet dus nog wel betalen voor die promotie. En ja. dat hij een contract nu mag tekenen. Ik, hè? Ja, even. Door onze toe doen. Ja. Maar goed... Ja. Uh, 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 hij, ja, hij is er nog niet aan toe. Nee. En waarom zeg ik dat? Hij moet nog eerst wennen aan die, die, die druk. Hij moet wennen aan de ambiance. Ja. Ja, het wordt professioneeler aangepakt. Fotoshoot. Al ja. dat soort dingen. Ja. Daar moet hij eerst aan wennen. Ja. En vergis je niet, want deze. Kijk, zoals Kabes, Abena. Ze zijn gewend die oorlogen van vijf rondes te voeren. Dat ja, is een andere, andere koek. Dat is een andere koek. Kijk, want weet je is. Die drie rondes. Ja, die kunnen best lang duren. <laughs> ja, ja. Als je een pakje krijgt. Ja, ja, ja. <laughs> ja. Als je een pakje krijgt, kan het ja. lang duren hoor. Nee, maar ik zie hem. Uh, ik, kijk, ik zie hem, ik, zie hem, ik zie hem wel ver komen. Morikoma. Maar uh, sommige moet je gewoon geleidelijk. Ja. Weet je, pak maar eerst een paar. Uh, glory. Dus is nou eens verliespartij. Ja. Weet je, dat wil je natuurlijk niet. Maar nee. weet je, je, moet, je moet die diepe dalen kennen, toch? Ja, die diepe maar, dalen. Maar weet je, het is. We willen natuurlijk ook niet dat hij een pakje krijgt. Nee, nee. Dus we nee. hebben nog een promotie We vinden hem goed. Ja, nee, maar hij is ook goed. Nee, maar luister Maar je moet nagaan. Hij draait de eerste partij. pakje. Drie maanden later krijgt hij weer de partij. pakje. <laughs> Eind 20 jaar krijgt hij weer de partij. pakje. Pak ja. Dan lijken wij als uh, niet kennen, Ja, ja, ja. Weet je? Ja, nee. Wie nee. hebben ja, wij zitten promoten hier, op die, hier nee, op die bangie? Nee, maar hij gaat ons niet teleurstellen. Wakanda. <laughs> Wakanda. Maar, terwijl hij wel, wel, ja, maar het is wel wat je zegt. Hij wel meteen een goede partij, hoor, die eerste partij. Ah, het is meteen bedrijf. eentje waar we meteen gaan zien: van, van oké, okay. hey, uit welk hout. Juist, ja, juist, juist. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Next. Ja. ja. Uh, even kijken. Bruce like. Broeslijk. Uh, nou, de regenboogcommunity gaat niet. Gaat niet bij de mainstream aanhangers van onze sport horen op deze manier. Hoe bedoelt hij? Uh, de regenboog. Waar wa de. Uh, Waar de, wa de een beetje. Hoe zeg je dat? We gingen het een beetje te fel op op die regenboog community. vel? Hoe, hoe Wat fel? Want dat we zeiden van. van ja, uh, nou kijk. Ja, ik weet niet of het vel was. Maar. Omdat... Nee, wij, wij zeiden gewoon van. We willen het moet niet kunnen. Het moet niet kunnen dat een, een man die zich omlaat bouwen. Ja. Dat hij bij de dames mee gaat doen. Ja. Dat, dat, ik, 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 Hé, hey, luister, ik blijf daarbij. Het ja. moet ja. gewoon niet kunnen. Ik ben daar echt heel stellig in. Het ja. moet gewoon niet kunnen, omdat. De, de, ja. de, ah. Nee, kijk, weet je wat het is? Uh, kijk, Wim reageert op hem, hè? of tenminste, Wim zet een reactie. Want dit was Bruce Like, die zegt dus: Nou, de regenboogcommunity gaat niet bij de mainstream aanhangers van onze sport horen op deze manier. En dan zegt Wim: nope. Het gemak waarop er altijd wordt neergekeken op homo's door kickboxers. iedereen mag erbij horen behalve homo's. Maar dat, dat, dat zeggen we helemaal niet. Hm? Ik weet het, ja. Dus, maar kijk, misschien hebben ze snel gekeken. Iedereen mag erbij horen behalve homo's. Ja, hij zegt dat toen dus, Hij zegt: nope. Het gemak waarop er altijd wordt neergekeken op homo's. Dus dat is do, door kickboxers, door ons ja, ja, kickboxers. Ja, 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 ja. Uh, is iedereen mag erbij horen behalve de homo's. Zo doen wij eigenlijk. Dat iedereen erbij mag houden. Nee, aflopen. dat dus, zeggen wij niet. Kijk, ik heb in diezelfde uitzending, want ik oh. weet altijd wat ik zeg. Ik zal het nog een keer herhalen. In diezelfde uitzending zeg ik: van kijk, uh, lesbiennes, gay, homo, uh, transgenders. I don't care. I don't care. Mag ja. allemaal. Ja. Welkom. Want ik, Iedere mens is goed zoals hoe hij is. Juist. Weet je? Als hij, uh, zolang hij maar niet een ander daarop benadeelt... of zijn wens toedringt. Juist. Opdringt, opdringt. Opdringt, ja. Op ja. En uh, niet iedereen hoeft mij te accepteren zoals hoe ik ben. Dus zo hoef ik ook niet iedereen te accepteren zoals hoe zij zijn. Ja. Je moet wel altijd respect voor elkaar hebben... en elkaars mening. Ja. En dat zeg ik ook. Ik zeg als een, als een, als een man zich wil omlaten bouwen tot een vrouw... als hij dat wil en dat echt wil... Is het zijn goed recht? Ja. Wie ben ik? Ja. Weet je? Het enige wat ik zeg, als diezelfde uh, omgebouwde persoon. persoon die dan man is, was, maar die vrouw is, die wil ik niet tegen mijn vrouw, mijn dochter of uh, een vrouw van de sportschool zien vechten. Want dat Mario, vind ik oneerlijk. Mario, Mario. Ik wil niet eens dat hij de kleedkamer ingaat om daar om te kleden. Yes. Of wat dan ook. Onder de douche yeah. gaat staan in yes. de dameskleedkamer. Yeah. Of gaat pissen in de dameskleedkamer. Yeah. Of wat dan ook. Dat wil yeah. ik helemaal niet. Ik kan dat nog niet accepteren. Nee. En wellicht nooit. Nee. Wellicht nee. nooit. Want uh, als... Uh, nee, dat... Die, die hoek moeten we ineens... Op. maar Maar, ja. maar ik, ben, ik, vind, ik vind wel dat gezegd moet worden. En dat moeten mensen niet, be, niet uh, uh, verkeerd, verkeerd begrijpen. Ja. Wij respecteren iedereen. Alleen ik ben er heel stellig in als we op die manier uh, 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 mensen bij elkaar gaan voegen die in mijn ogen niet in diezelfde branche horen. Weet je, ja. uh, als, je als je een sport gaat beoefenen, je gaat een sport beoefenen en je veel hardlopen of wat dan ook. Ja. ja, dat is gewoon een oneerlijke match als er gewoon een gast naast je staat die eerst een man was. En die, ja. gaat na, die, gaat later zeggen, die gaat later zeggen met Sky, uh, Sky zit op turnen. En dan komt er ineens een gast bij. Ja, de, de mannen, die hebben veel meer kracht, dus ze swingen iets hoger. Ja. Ze maken een hogere salto. Ja. En uiteindelijk wint hij die, 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 die wedstrijd. Ja, hij zei, ja. Yeah. Ja, weet je? Ja, ja. Dus uh, ja, nee, dus dat eigenlijk... Uh... Next up. Ja, deze is een, een commentaar. Het is eigenlijk over uh, Morikoma. Deze, dat is Nadir. Nadir. Uh, Nadir zegt... Hahaha, deze man is echt tof. Hij is voor niemand bang. Abena mag als tweede. Ik ben blij dat hij bij Glory is, The Black Ghost. Ja, ja daar houden we van. Maar dat, maar dat is wel we. zo. Dat, ja, kijk, dat, ja, dat, zijn gewoon, dat zijn gewoon leuke dingen. Ja, ja. Ja. Nou, iets wat niet over kroma gaat, over iets uit. uit uh, okay, okay. Wat, uh, ik had nog vorige keer gezegd. Als je iets doet, probeer ze uiteenlopend. En niet Morikron, maar bij de eerste, nee, Morikron nee, maar bij de derde, nee, nee, Morikron maar bij de vijfde. Nee, nee, maar luister, omdat we bij sommige dingen zijn we er al, weet je, zijn we, hebben we toevallig al, omdat iets te sprake was, hebben we dat al genoemd. Dat, dat is die commenten. Weet je, jij mag één keertje commenten, jij mag één keertje komen. dan wil ik <laughs> zien hoe je gaat. De verleden keer, verleden keer, verleden keer zei je ook toch, hoor Remy, hoor Remy tegen mij. Hé, hey, na de uitzending toch, hé, hey, maar ja, je, je moet die dingen goed lezen, man. Lees, je lees die dingen niet goed, je leest het van tevoren, dan heb je het al een keer gelezen. Ik zeg, oké, okay, dat spaar Remy. Ik geef hem in die uitzending, geef ik hem eentje om te lezen. Kan geef, Remy geeft gewoon die telefoon terug. Hey, nee, lees jij, lees dat was, jij. Dat is uitzending drie. <laughs> dat is uitzending drie. <laughs> uitzending drie. Oké, okay, uh, even kijken. Waar had ik. Is hier? Nu heb ik het op ogenblik weggehaald. Waar is hij? Deze. Uh, nu heb ik mijn vorige weggegaan. Oké, okay, ja, deze was het. Afgaan. Deze. Oké, okay, misschien kan jij daar antwoord op geven. Ik weet het, hij zegt. Ik blijf deze vraag net zo lang stellen tot, totdat jullie het bespreken. Remy, we zijn heel benieuwd naar de prijzen van, van alle belts in glory. In alle organisaties is het bekend, maar hier, wordt heel, maar hier wordt het wel heel geheimzinnig over gedaan. Weet jij ongeveer hoeveel een vechter krijgt bij belts van heavyweight, light heavyweight, middleweight en welterweight? We zijn benieuwd wat onze insiders weten. Uh, ik weet, het heeft met kaartjes te maken, maar ongeveer. Ja. Weet nee, jij ik, dat? Nee, ik zal je eerlijk zeggen. Ik heb het nooit onderzocht of ik ben er nooit achteraan gegaan. Ja. Maar nu het gezegd wordt, ja. wil ik er best wel achteraan gaan. Want ik, ja, eerlijk vond ik het niet zo interessant wat die gasten verdienden. Ja. Maar aan de ene kant wel, omdat ja, je wil toch iets harder gaan lopen als het om heel veel geld gaat. Ja. Weet je, um, ja, ik, ik, wil maar, best wel, ik wil best wel uh, een klein onderzoekje gaan plegen. Van wat die gasten ongeveer moeten gaan verdienen. Ja, maar denk je dat. Uh, denk je dat ze het gaan vertellen? Nou, zij hoeven niet per se te vertellen. Je kan toch uh, oudvechters spreken die uit glorie hebben gevochten. Je kan toch managers, oud managers. Je, er zijn zoveel manieren om aan je antwoorden te komen. Ja, maar denk je, denk je dat. Uh, ik kom erachter. Ja. Yeah. Oké. Okay. Ja. Dus, dus uh, Afgaan krijgt deze vragen te goed. Ja, die houden we even te goed. Uh, te goed. Ja, ja, ja. Het, antwoord, het antwoord. Ja, maar toch ook niet precies, maar een beetje ongeveer. Ja, ja dan kom ik echt wel achter die Ja. Maar, maar wat kreeg jij, K1? Losse partij, K1 tijd. Dat zeg ik niet. <laughs> Dat bedoel ik. Dat bedoel ik. Ik kan het je gewoon zeggen. Ja, K1 tijd. Wat kreeg K -tijd? je? K1 tijd? Nou, 2,50 per partij. 2,50? Dat <laughs> <'n> dikke top. <laughs> Al die tijd is het Nee, scary. Ik, ik zei, ik ja. zei je precies uitleggen hoe het zat. Ik zei ja. precies uitleggen hoe het zat. Ik, ik heb het al vaker verteld. Ja, ja, ja. Ja. Kijk, de allereerste keer dat ik daar vocht, uh, ik weet nog, toen vocht ik uh, in Japan. De eerste keer vocht ik tegen Recevo, hey, Mario, ja. ik werd binnengehaald als slachtvee. Yeah. slachtvee. We Reise... Ik weet nog in Sendai vochten we. Ja. Tegen Racevo. Kijk, het is die trein die langskomt. Ja. Pak ik die trein of niet? Oh, yeah, yeah. Dus ze zeggen: zo. hij heeft net allemaal Lebanon knockout, yeah. uh, yeah. knockout geslagen. Hij heeft net Mirko knockout geslagen. En dan mag ik tegen hem. Yeah. Ik denk, ze moeten me echt niet. <laughs> ja, yeah. Ze moeten me echt <laughs> ja, niet. Yeah, yeah. We trainen, we gaan de wedstrijd vechten. Vierde ronde gaf hij op. Ik had hem te veel kicks gegeven. Vier rond. Ach, kwam ik aan met gesprongen knieën. Alles ja. spectaculair. te kijken zo. Oh, oh je weet je hoe de Japanners zijn? Oh, ja, weet je nou. Ja. Vonden ze me helemaal geweldig. Oké. Okay, west gewonnen. 5000 dollar. Ja. Is, is niks. Voor ja. mij wel hoor. Ja, ja, ja. Voor ja. mij wel. Ik zeg het ook altijd bij mijn speech. Zeg ik, oh, kijk, vroeger kon je bellen naar zo'n zo lijn. Toch? Ja, 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 Dan kon je je code intikken. Dan ja, kon je ja, ja. horen oh, ping, hoeveel geld je ja, had. Ja, ja. Hey, de hele week heb ik gebeld. Nee, ik wilde wel bellen. Continu bellen van één. Hey, ja. Staat dat het daadwerkelijk op? Oké, okay, ja. 5000. Toen volgde ik mijn, mijn tweede wedstrijd voor de K1, kreeg ik al 12,5. Ja. Toen ging ik in één keer 25.000 euro uh, verdienen per wedstrijd. Ja. Toen dacht ik, zo'n boel geld, weet je, leuk. Ja. Ja. Natuurlijk moet je al 10% of 20% aan, aan, je, aan je trainer geven. Ja. Je moet nog wat. Uh, uh, dan gaat nog wat geld af voor de belastingdienst. Je, dus ja. het allemaal. je had er dus niet heel, heel veel aan over. Maar goed, ja. je begint al aardig te verdienen. Maar ook ja. omdat ik een sponsor had. Ja. Weet je, uh, 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 ja, kon ik gewoon mijn vaste lasten blijven betalen. Ja. En er nog wat overhouden ook. Nou, ja. Al gauw gingen we naar 30.000 en 40.000 euro. Ja. Weet je, omdat te zagen van hey die jongen begint echt te winnen ja. leuke jongen welbespraakt spreekt zijn Engels en is goed bij de interviews weet je ja. al dat soort dingen moeten die jongens van nu ook meenemen ja, ja, ja. niet alleen ja. maar die wedstrijd in Hebben de ring vaker gezegd, hè? Hebt vaker gezegd niet alleen maar de wedstrijd in de ring maar ja. hoe doe je voorkomen ja, ja. kom je ja. naar een persconferentie weer met die trainingspak ja, ja. of kom je met een gek hoedje en een bril of ja, ja, ja. dan val je ja, me iets ja. meer op begrijp ja, je ja. okay, maar Anders. Goed. Ja. maar goed uh, net voordat ik mijn K1-titel ging, uh, voordat, nee, voordat ik dat mijn debuut maakte, yeah. kwam er een voorstel dat ik per wedstrijd 40.000 euro zou gaan verdienen. 35.000, yeah. 40.000 of 35.000 40 of, 35 of 40 was het. Dus Dat yeah. per wedstrijd zou ik verdienen, zou ik voor twee jaar tekenen. Yeah. Toen, kwam, toen zei ik van, nou, dat gaat me echt niet worden hoor. Yeah. Dat was een, misschien een twee, drie avonden voordat ik de finale was, ik nou, dat gaat me niet worden. Yeah. Toen ben ik zelf gaan onderhandelen, toen ja. kreeg ik er 70 uit. Zo. 70 per wedstrijd. Ja. Achteraf maakte ik daar een fout. Hoezo? Oh ja, dat zei je. je had... Ik won de titel. Fucking ja. shit. Ja, ja, ja. 2003 won ik gewoon die titel. Ja, ja, ja. Ah, voor twee jaar had ik al. Ja, ja. Al die partijen. vocht ik wel. Want ik ja. werd uh, 2003. En 2004 pakte ik mijn tweede titel. ja. Volg je nog voor die 70.000 per wedstrijd? Ja, yeah, ja, yeah, yeah. Terwijl je mm. kampioen bent en zo. Ja, ja, ja. Toen liep het contract af. <laughs> toen yeah. liep het contract af. Ja. Yeah. Ik... Oké. Okay. Wat gaan we doen? Twee titels. Welk nummertje gaan jullie opschrijven? Ja. Yeah. Kom, kom. Kom, doe iets. Doe <laughs> iets. Laat me zien. Ja. Doe iets, doe let iets. Laat me zien. Ja, en toen ging ik serieus geld verdienen. Uh, okay. Toen ging ik serieus geld verdienen. Yeah. Bij wedstrijd verdiende ik gewoon 2,5 per wedstrijd. Yeah. En wat er ook bij komt, zijn natuurlijk sponsordeals. Kijk, en ik moet ook, ik moet ook erbij zeggen. <laughs> wat? Uh, <laughs> Kijk, die sponsoren waren toen gewoon heerlijk. <laughs> ja? Ja, ja. Ah, die oh, ja, kwamen zo'n tasje, zo'n zo'n karton tasje kwamen ze. Ja. gaven ze gewoon zo'n 50.000 euro. Yeah. Dan gaan ze gewoon. Of dollar was het dan? Ja. 50.000. Dan gaven ze gewoon, gewoon hier, alsjeblieft. Ja. Want, uh, ja, of. of hier, jo, je was goed. Je was goed. Ja. Of uh, draag dit broekje en dan ja. uh, hier. Weet ja. je, daar werd, daar werd niet moeilijk over gedaan. Want, want bij die K1, los van die 4 ton toch? Kreeg je toch ook een knockout bonus? En, jo, maar uh, en dat moeten ze in die contracten van nu, moeten ze dat gewoon geregeld hebben. Ja. Kijk, en dat, dat levert voor de, um, voor de organisatie Levert het extra. Ja. Stel je voor dat je hoort van hé, je krijgt gewoon vaste fee is 50.000 uh, euro's. Ik zeg ja, maar wat. Ja. En stel je voor dat, die zeg, dat ze zeggen: van luister, sla je iemand in de eerste ronde knock-out, krijg je gewoon 10.000 euro erbij. Ja, ja. Stel je voor, je slaat hem in de tweede ronde knock-out. Ja. Krijg je weer 15.000. Ik zeg maar wat. Misschien willen ja. ze in de eerste ronde meteen een, uh, uh, laat zeggen niet, niet, niet 10.000, maar stel je voor, je slaat hem in de eerste ronde knock-out. Is 20. Krijg je meteen 30.000 euro ja, ja, ja. erbij. Daar heb de je 80.000 euro. Ja, ja, ja. Krijg je een tweede ronde knock out, krijg je 20. Ja. Krijg je een derde ronde knock out krijg je 10. Ja, ja, ja. Hey, ja. Dan ga je toch iets harder je best doen? Ga je toch iets in je best doen. Dat moeten ze erin hebben. Dat ja. zouden ze erin moeten hebben. Want on bij One of zeggen ze, heel luister, je krijgt een knock-out bonus, krijg achteraf. Maar zij voor dat je het vooraf weet. weet. Vooraf dat je weet van sla je iemand knout. En, kijk, en toen hadden we ook al die, behalve die sponsoren, had je ook nog die poppetjes die gemaakt werden. Je ging reclametjes ja. maken en dat soort dingen. Ja. En dat kwam ook nog bovenop je geld. Dus je, 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 na zo'n partij ging je echt wel met serieus geld naar, naar huis, huis, weet je? Dus ja. Met serieus geld. Waar je gewoon goed voor kunnen leven. Ja, ja, ja. Ja, oké. Okay, dus, maar jij, jij gaat op onderzoek uit, toch? Ik ga op onderzoek uit en ik ga uh, ja. proberen te achterhalen wat ze nu verdienen. Ja. Okay. Ik word nu onderzoeksjournalist. Ja, ja. Yeah. <laughs> uh. Oké, okay, even een laatste. Anwar staat weer niet op de kaart, terwijl de andere boys er wel opkomen. Telkens. En die ID? Dat zegt. Uh, uh. Ja, Anwar was zes weken eruit natuurlijk. Waarom? Oh, zo nog oud Ja, maar hoe lang geleden is dat? Nee, dat is een tijd terug alweer. Maar uh. ja, uh, zijn kans komt wel, denk ik. Ja. En dat is het gevaar, hè? Maar, ja. uh, weet je het niet, Rashid Jan had het erover. Een van die gasten had het erover. Ja. Van ja, uh, in Enfusion vecht je veel meer. Ja. Hij is nog eigenlijk een infusion jongen. Ja, ja, ja. Waar hij heel veel ervaring kon pakken. Ja. En dan pas doorschuiven naar, naar de glory. Maar glory. Ja. ja. Maar het is gegaan zoals het is gegaan. Het is gegaan zoals het gegaan is. En dat moeten we nu gewoon accepteren. Ja. Maar denk je dat hij nog. Uh... Kansen krijgt? Ja, kansen krijgt hij sowieso. 100%. 100%. Ja, ja. 100%. Ja, ja. Ik denk dat ze misschien nu iets rustiger op moeten bouwen. Maar ik ben aan de andere kant wel blij voor die andere jongens die erop staan. Staan ze allemaal erop? Aussie staat erop? Ja. Ook? Nou, nee. Weet ik niet eigenlijk. Ik heb Aussie volgens mij niet gezien. Ja. Maar het is een mooi bruggetje. Nou. Snow versus Landman. Ja, het zijn twee matties. Ja. Het zijn twee matties. Ja, die, ik vind dat ze die wedstrijd nog niet hadden moeten maken. Waarom niet? Ja. Twee talenten? Weet je waarom, Marinho? Oh. Kijk, jongens die je aan het bouwen bent. moet je. Ja, je... nu zet je net wat je zegt, die talenten zet je tegen elkaar. Eén van de twee gaat verliezen. Eén oh. van die twee gaat toch een, een, een smetje op zijn lijst krijgen. Terwijl je wil die jongens eigenlijk testen tegen andere jongens. Ze komen allebei vechten, volgens mij, allebei vanuit Nederland. Of vechten, Snow, vanuit Suriname. Dat Maakt verkeer, niet uit, in principe. Niet, ja. Maar er loopt vast nog een Bulgaar rond. Er loopt vast nog ergens een talentvolle, uh, whatever land ja. loopt er rond. Laat ja. hem tegen hun vechten. Ja. Dan kan je rustig deze jongens, dit zijn, dit zijn diamantjes die nog een beetje geslepen moeten worden, die kan je dan rustig brengen. Ja. ja. Rustig brengen. Maar nu, ja. Nu gaat een van de twee toch een smetje op zijn naam hebben. Ja, ja. Of op zijn lijstje. Ja. Ze hebben het hier op de sportschool hebben ze het er al over. Hè? Ja, wie gaat winnen? Snowland, man, Snowland, maar. Ik vind in zo'n korte tijd. dan zijn ze toch best wel. Uh, hebben ze best wel een naam gemaakt. Nou ja, dat komt door House of Glory. Ja, en ja. de wedstrijd die ze na hebben laten zien. Heb ja. Ja. ja, Ja. En ze zijn ook wat dichter bij de. De... Het publiek ja. dichterbij, ja. Ja, de mensen hier ze zijn nog aanraakbaar, ja. weet je. Dus, dus ik ja, ik, ik gun het natuurlijk. Uh, Made the best man win, ja. ik, ik, Maar Ik, ik hoop ik, dat ze het aan de kant kunnen zetten dat ze mattie zijn. Dat ze in de ring gewoon, ja, maar ze moeten wel gewoon knallen. Het is, het is hij of, hij ja. of ik, weet je. Zo moeten ze erin stappen en niet denken van ja, maar mattie, ik ga hem nu niet neerslaan. Ja. Ik denk Snow wel ietsje meer kans maken, ja landman was conditioneel niet zo heel sterk toch? Nee, en hij doet heel veel powershots. Ja. Alles bij hem is hard. Hard, ja. Keihard. Ja. En kan hij dingen goed opbouwen? Kan ja. hij dingen goed opbouwen om dan uiteindelijk te gaan flitsen? Ja. Maar ik, ik heb wel gehoord ergens dat hij met hemders aan het trainen nu is. Wat traende hij daar al? Wie, landman? Ja. Nee, niet dat ik weet. Ik, ik hoorde van iemand dat hij nu in Thailand zit om met hammers te trainen. Ja? Okay. Vraag me meteen af van. Ja. Je eigen ja. trainer. Ja. Waar is die? Doet hij nog steeds mee? Weet je, als hij nog steeds meedoet, ben ik heel blij. Ja. Maar ik zou het zonde vinden als hij bij de trainer weg is gegaan die hem opgeleid heeft tot dit niveau. Ja, ja. Omdat je geeft die man dan niet de kans om te laten zien van wat je nog meer in petto hebt. Ja. Ik ben niet zo van het. Wij gaan ja, die trainer als je dus, op het hoogste niveau komt. Ja, maar die gasten willen, ja, die gaat, je weet, die gasten gaan tegenwoordig, gaan snel weg. Ja, ze zijn niet meer loyaal. En ze, ja, en ja, ik weet, ik. Ja. zou bijna zeggen. Wat is het? Het. het klinkt misschien niet goed. Die is halvein loyal. Ja. Ja, ja, ja. Nee, maar ja. Ja ik, ik, ja, ik denk dat ze. Ja, je weet toch. Ik denk dat ze onder de indruk gewoon zijn. Je weet toch? Ze willen zich meten met sparringpartners die daar ook rondlopen. Ja, dat maar. niet eens. Ik denk dat ze meer kijken. Dan ik, oh, wauw, weet je. Ik kan met die en die trainen. Kijk Mike. Ja, ja, ja. Weet je. Oh, kijk Zaid. Ja, ja. Ik denk dat ze zo een beetje kijken en dan. Dat ja. je daar naartoe willen. En dan, weet je. En dan kom je in dat, in dat rijtje. Ja. Je, je bent nummer 16. Ja. Weet je, dat is zonde. Terwijl je bij je eigen trainer nummer 1 stond. Ja, ja, ja. En die ja. Dat alles voor je doet om jou op dat niveau te krijgen. Krijgen. Ja. Weet je, en dan ja, dan moet je in het in dat rijtje gaan staan, achterin ja. die rij. Ja. Maar ja, ik ben benieuwd ja, naar die wedstrijd. Ja, ik ben benieuwd man. Ja. Snow, ja. Snow land, man. ja. Laatste, Grigorian tegen Superbon. Hey, dat wat. Uh, hey, ik hoorde, ik hoorde dat uh, volgens mij uh, uh, one of ze hebben een soort contract of zo met AD. Met het AD. Dat hoor ik ook, ja. Ja. uitgezonden daar. Ja, ad.nl of zo. Maar moet je dan een abonnement nemen? Volgens mij niet. Volgens mij wordt het gewoon. Hoe gratis? Ja, ik denk het wel. Of, maar wat, of misschien wel een abonnement. Maar wat, wat voor abonnement zal het zijn? 2 ja, euro. Nou ja, misschien moet je iets, iets leveren om, om dat te kunnen zien. Nou, graag. Ja. AD is dan. Ja, via Dingus vind ik het nog best wel prijzig, hoor. Iets van 25 euro afrekenen. Ja? Nee, 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 nee wacht even. Oh nee, het is via Prime. Uh, Dings is. One is hier. Die is niet. Nee, volgens mij is het Prime. Ja, Prime. Ja, oh, volgens... die zendt wel gewoon uit. Ja, ja, ja. Via Prime zendt ze ook. Als jij een abonnement hebt via Prime. Ja, ja. Ik heb geen Prime genomen. Ja, nee, ik heb wel een Prime. Ja? Ja. Nou, laat me, laat me eerlijk zijn. Ik heb, een, ik heb een code van Prime. <laughs> ik heb van een mattie van me, die heeft Prime. Dus die heb ik op mijn telefoon. Oh. Ja, ja via Prime zenden ze het uit. Oh, oké, okay, oké. Okay. Ja, 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 ja. Want ik hoorde hoor ad.nl, die, die gaat ook uitzenden. Dus van wanneer? Vrijdag al, vrijdag. Serieus? Yeah, ja, ja. Wanneer ja. is die wedstrijd van Superbowl tegen de Vrijdag. Aanstaande? Ja, man, aanstaande gewoon. Man. Oh, oe, ja, man, oe, aanstaande vrijdag, man, aanstaande vrijdag. Aanstaande dus, vrijdag. Wie doen ze? Uh, AD.nl. Ja, ja, ik kan kijken. Ik kan Zij kijken. betalen mij ook, hè? Oh ja, AD. Ja, ja, ja. Jij ja, weet je. AD is top. AD, ad is ad... top. Videoland is top. Yeah. Ja 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 ja, 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 ja. ja, man. Ja, ja. ja. Nee, ja, ja. Wat, wat, wat denk je? Uh, ik zeg, oh, jan laat ze wel trainen, man. Zo, die man. Hij ziet er ook wel beestachtig uit, hoor. Dat is zo. is er Ja, man. Zo. Woesteling. Ja, ja, man. Ja, man. Echt een woesteling. Echt een woesteling, echt. Die mannen, hé. Hey, dus die mannen. Ik heb, vaak zeg ik hier ook tegen de groep, toch? Ja, als je die combinatie hebt gegeven, papa, pap, Eigenlijk, met die loker moet je altijd weer goed staan. Ja. Deze mannen lijken dat ze altijd goed staan. Ja. Stoten en trappen, ja. Ja, ja, ik ben benieuwd man. Uh, hij ja. is superbon. Hij ja. superbon kan trappen. Ja ja, 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 Hij kan trappen. Het is alsof hij die boomstam elke keer tegen je aankrijgt. Ja, ja. Ja, brush, brush, brush. ja maar, dan, maar ik weet niet waar ik het lastig erg. Ergens las ik iets te zijn van ja. En dan heb je nog alles ja. <laughs> of. Ja. Iemand zei van ja. En een van die twee was tegen alles of. Maar ja. Maar dat is het, dat is het. Er is altijd een beter. <laughs> ja, hè? Er is ja. altijd een beter. Ja. En dat, is, dat, is, dat is wel leuk bij die 1FC, hoor. Hé, hey, Dinklas moet ook. Dinklas moet ook ergens, hè? Wie? Volgens mij vrijdag ook. Wie? Of staat het? zo? Moet zo ook niet. Is dat vrijdag? Ze hadden wel iets aangekondigd. Zat die aan? Nee, nee. De, of oh. deze? Nee, Kun je even snel kijken. Nee, man. Ja, maar eerst zo, moet volgens mij, ja. ja. Nou, oh, maar we gaan het ja, kunnen het daar, hè. Als eerst vrijdag moet vechten, dan moeten we. Ja, dan hem even moeten promoten. Even. Onze, onze strana. Ja, ik man. weet niet zeker, maar volgens mij wel. Is het ergens in oktober? Nee, <laughs> nee ik, heb, ik heb een al langs gekomen. Nee, nee, nee. Ik weet eigenlijk niet of het vrijdag is. Ik weet of ook niet het, of het deze vrijdag of het is. Of het over twee weken is of wat dan ook. Ja. Ik, ja. ik hoop over twee weken. Dan kunnen we nog een al, beetje uitgebreid. Op ja, ja dus dan kunnen we hem echt in even gaan. promoten. Even. Die Immortal. Oh, die Immortal. Strammer man. Ja. Hey mensen, we gaan jullie weer bedanken. Is goed, dat was hem weer. Natuurlijk bedanken we onze sponsors XXL Nutrition. Mm. Voor het steunen van Warrior Code. Ik hoop ja. dat er nog meer sponsors bij komen. Zodat we dit echt gewoon nog meer uit kunnen breiden. Ja. We, gaan, we gaan goed. We gaan heel ja, goed. Veel complimenten. Ja, We gaan heel goed. Mensen kijken graag. We willen nog beter gaan. Ja, sowieso. Nog beter. Ja. Uh, knockout weer. Ja. Attila. Attila, knockout, knockout Sport weer. Attila. Attila, knokkout Sport weer. Dus uh, die bedanken we ja. natuurlijk ook. En Forza. Ja. Dus uh, mensen, tot de volgende keer. Ciao, ciao. Stay safe. En uh, tot de volgende Oez. keer. Ciao, ciao. Hey, wil jij de hele aflevering bekijken? Check hem dan op warriorcode.com. Het leven zit vol uitdagingen. Versport helpt jou daarmee om te gaan. Het geeft veel zelfvertrouwen. Het leert je te beheersen. En het is vooral gezond en leuk. Samen met het Jeugdfonds Sport en Cultuur maken wij Vegsport toegankelijk voor iedereen. We gonna, we gonna Vind de sportschool die bij jou past op woordecode.com/slash Doe mee.